Onkneedbaar en onbevangen. Welkom bij Vechten met Moskowitz. Met aan tafel geen losse vlodders, maar echte mensen. Vechten met Max Moskowitz. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 5 en 6 uur. Op Good Life Radio. En we zijn er weer met mijn gast Risa Tisserand. Welkom, kerel. Dankjewel, Goos. Wat leuk dat je met me wil vechten vandaag. Ja, ik had me tenue al aangetrokken, maar toen zei je van nee, dat was alleen in woorden gingen we vechten. Ja, nou, ik hoor net dat je op karate, een groene band karate bent. Dus, Ja, ik heb in het verleden Kyokushinkai karate gedaan. En toen dacht ik in één keer van ja, jij bent altijd met die MMA-vechters aan het praten. En ook nog met een oude vriend van mij, Ernesto Host. Hey, Ernesto. Dus dat, ik denk, nou, dan heb ik misschien een soort van ingangetje waar we het over kunnen hebben. Nou, ik heb toevallig Ernesto laatst iets vreselijks aangedaan. Oh. Ja. Ik wilde namelijk 's ochtends met hem appen over die wedstrijd van Conor McGregor. Oh, tegen... en die wou die nog zien. En ja. Oh. Dus ik begon hem al mijn soort van ongevraagde mening te geven. Ja, samenvatting van de wedstrijd. Toen zei hij, Max, ik wilde net Fight Island gaan kijken. Oh, dude. Fuck. Ja, maar voor mij was het ook verpest. Maar het ding was, ik zou hem... Ik zou hem ook streamen 's morgens, maar gewoon via de tv-app. Want hij werd gewoon op, hoe heet dat? SBS6 geloof ik. Nee, SBS9 werd hij uitgezonden. Ja. En ik heb 2 uur gekeken. Gewoon met alle prelims, alles erbij. En toen stopte het programma. No! Ja, 1 gevecht voor McGregor. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik zoek hem snel op YouTube. Niet op social media kijken, naar een linkje of wat dan ook. Even op YouTube kijken of hij daar toevallig op staat. En bij de eerste linkje stond McGregor talks about his loss. En ik was like, ah. Ja, dat het is wel een beetje de, laten we zeggen, de maand van de aftakeling van de allergrootste vechters. Want dit is Conor McGregor die, ja. Ja, en daarvoor Butler. Ja. Ja, ik vind wel dat McGregor zijn verlies beter neemt dan Butler. Ja, dat het ding is natuurlijk, Butler vecht niet alleen tegen die tegenstander. Butler vecht tegen de mening van het publiek en tegen de mening van zijn eigen fans. Ja. Ik weet niet of je daarna zijn Instagram hebt gezien, maar hij werd helemaal belaagd door zijn eigen fans. Ja, dat vind ik schandalig. Nou ja, dat is een heel zwaar gevecht. Ja. Want als er iemand achter je hoort te staan, is het je fans. En als, ja, als je bij de vorige loss, dat gaat in je zitten. Het gaat in je zitten van waarom lukt het nu niet meer? Waarom verlies ik? Waarom breek ik dingen? Dan wordt hem ook nog verweten door mensen van ja, weet je, you're throwing the fight. Je maakt het jezelf makkelijk. Misschien wel gefixt, dat wordt er allemaal geroepen. En dan als zelfs je eigen fans zich tegen je beginnen te keren. Ja, dat is heel zwaar. En als je dan verliest op dat punt, op een manier wat je helemaal niet van Butler had verwacht. Ja. Ja, dan is het heel zwaar. En die walk of shame die hij daarna deed in zijn eentje op het moment dat hij nog naast die scheidsrechter had moeten staan. Ja. Dat maakte het alleen maar 10 keer erger. Maar hij ging ook echt als een kind een slow walk doen. Ja. Teleurgesteld. Ja. Weet je wel van, ja. Je kan alleen maar na... Kijk, het ding is natuurlijk, wat gaat er in het hoofd om van zo'n grote vechter? Eventjes afgezien van wat de privé allemaal met... Ik denk dat wat jij zegt, dat spijker op de kop is. Ik denk dat die jongen onder veel te veel druk staat vanuit zijn eigen achterban. Ja. Want hij moet de eer van Marokkaanse Nederlanders hoog houden. Ja. Maar ook van heel Marokko. Ja, ja. en dan moet hij nog vechten tegen het stigma wat hij al heeft. Dus ja. Hij staat altijd al 3-0 achter voordat hij in die ring stapt. Ja. Media-wise en... Ja, en als je dan ook nog eens een keer in een fase van je leven zit waarin je lichamelijk blijkbaar niet voor elkaar krijgt wat je ooit zo makkelijk deed. Ja. Dat is een hel hoor. Ja. En laten we er ook eerlijk over zijn. Dat is iets wat ieder privépersoon ook meemaakt. Alleen doe je dat niet zo publiekelijk voor de camera. Maar iedereen die ouder wordt, komt in één keer dingen tegen die hij niet meer kan. Waarvan hij helemaal nooit had gedacht dat hij dat niet meer zou kunnen. Ja. Maar dan heb je niet dat er een miljoen mensen meekijken en je uitlachen omdat je niet meer kan. Nee, nee. Nou ja, ik vond het voor de eerste keer zag ik ook dat Butler vanuit onverwachte hoek heel veel sympathie kreeg na die wedstrijd. Juist van Nederlanders. Ja, ook van Rico. Ook van Rico, ja. Ja, ja. Ja, en terecht ook. Ik bedoel, het is geen pannenkoek, hè. Het is een van de grootste vechters die we ooit gehad hebben in Nederland. Voor mij is hij, ik denk...
Als ik heel eerlijk ben, de meest talentvolle. Nou ja, kijk, dat ja. is... Ja, ik denk, er zullen ongetwijfeld mensen... Hè? Ik heb natuurlijk heel erg veel met Host op. Waarvan ik geloof dat... nou ja, misschien omdat hij de grondlegger is van het naar buiten treden. Host is gewoon de GOAT. Ja, voor mij is hij gewoon... Maar, ja. Met Peter vind ik wel ook. Ja, tuurlijk. Nou ja, ja. Maar ja, ik bedoel, dat was natuurlijk gewoon al helemaal een soort van... Dat was een magische tijd. Ja. Dat was een tijd... We hebben het nu natuurlijk over de tijd dat net het K1 en het kickboksen groot werd en alles. Ja, tussen 93 en 2010. Ja, was het K1. En ik groeide toen op met de Nesto Host in mijn buurt. We waren geen vrienden in het begin. Nou, daar heb ik nog wel een verhaal over. Maar ik neem aan dat je ook weer zo naar de muziek moet, of niet? Nog niet. Nee? Oh, nou, dat is wel een dingetje geweest. Kijk, ik ben met Ernesto opgegroeid in een wijk waarin heel veel gebeurde. Heel veel ellende en alles. In Horen? In Horen was dat. Horen Kersenbogert. Dat is heel erg fout gegaan in die tijd in die wijk. Maar Ernesto was onze held. Iedereen wist van, oh, die gozer, die kickbokskampioen, gaat naar het buitenland, allemaal. Je moet je voorstellen, we waren allemaal arme gasties die nergens buiten Horen kwamen. Misschien als we geluk hadden een feestje in Amsterdam. En dan hoor je iemand die de wereld overreist met kickboksen. We deden allemaal, deden we aan vechtsport. Ik deed dat destijds Kyokushin Kai Karate. En toen ging mijn leraar, die ging ineens over op straatvechten, noemde hij dat toen. Ik weet niet of dat ooit een officiële term is geweest, maar straatvechten. En daarna ging hij kickboksen lesgeven. Hij gaf straatvechten les. Ja, letterlijk straatvechten les. Ja, dat was de term die hij gebruikte. Met deze vingers prik je hem in zijn ogen? Nou ja, het was voor ons, het is wat nu MMA is. Ja. Maar voor ons was het totaal onbekend. Vroeger noemden ze het toch free fighting? Ja, maar dit is nog daarvoor. Dus zo lang geleden is dit al. Ik deed Kyokushin Kai Karate. Ik was ook niet geweldig hoor. Ik was geen wedstrijdvechter. Maar toen ging het van straatvechten. Toen ben ik een beetje afgehaakt. En toen ging ik kickboksen. En toen dacht ik, dat ga ik niet doen. Want zulke sterke schenen heb ik niet. Maar in onze buurt waren er veel jongens die kickboksen gingen. En voor ons allemaal was Ernesto een held. En op een gegeven moment zit ik met Ernesto in de trein naar Amsterdam. Zal ik nooit vergeten. En we waren gewoon rustig aan het praten, zoals we wel meer praten. En toen zei hij, ga je nog kijken naar mijn wedstrijd? En toen zei ik van, ja, weet je, ik vind het niet zo'n fijn gezicht. Als ik zie hoe iemand die ik graag mag, hoe die zo toegetakeld wordt. Dat zal ik nooit vergeten, want toen zei hij tegen mij, nou, als een vriend van mij een belangrijke wedstrijd zou hebben, dan zou ik wel kijken. En toen voelde ik me zo schuldig. maar Ernesto is ook bruut eerlijk. Ja, en sindsdien heb ik ook altijd hem overal in gevolgd gekeken. Omdat, ja, ik voelde me vanaf dat moment... Weet je, ik wist helemaal niet dat hij me als een vriend beschouwde. Weet je, we waren gewoon mensen die elkaar vaak tegenkwamen in mijn optiek. En dan praten we gewoon gezellig. Maar als iemand tegen je zegt, ja, als mijn vriend belangrijke wedstrijden zou vechten, zou ik wel kijken. Nou, echt, ik kon wel door de grond zakken natuurlijk. Ja, dit was dan natuurlijk super tweeledig voor jou, want enerzijds dacht je, Ernesto is mijn vriend. Ja, dus die zeg ik het ook altijd, hij is een vriend van me. En anderzijds denk je, ik heb mijn vriend teleurgesteld. Ja, zo voelde het ook echt. Het voelde echt als een afstraffing. En ja, weet je, daarna zijn we elkaar uit elkaar gegroeid. Het zou mij verbazen als hij nu nog zou weten wie ik was. Maar ja, dat was een hele belangrijke periode voor mij. En voor het vechtsportgenre. En Badr Hari, die kwam daarna. Hè. Die heeft zijn eigen legacy. Maar die heeft het vooral gedaan, voor mijn gevoel, ook in Nederland. Hè. Veel met Nederlandse vechters gedaan. Ja, er zijn een paar wedstrijden van Badr, die zijn voor mij gewoon, die zal ik nooit vergeten. Eén was ik bij. Ja. Dat was toen die Sam Schild versloeg in de arena. Ik was daar. Ja, maar ik bedoel, dat is bijna David against Goliath. Zo Schild was op dat moment onverslaanbaar. Ja. Niemand kon die dude aan. Beest. Ja, alleen Peter Aerts had geloof ik een keertje een gat in zijn dekking geprikt, want die bleef gewoon komen. Ik zeg je eerlijk, Peter Aerts vind ik nog steeds de meest scary vechter die ik ooit gezien heb. Ja. Die man, ride or die. Dat was zo'n verschrikkelijk beest. Echt een beest. En ja, weet je, kijk, Sam was natuurlijk, die had groot, die was enorm. Ja, 2,9 meter of zo. Ja, 10, zo in die richting. En kijk, het zijn meestal al geen kleine chappies. Ik bedoel, het is ook niet of Badr 1,60 meter is, maar... Die is 2 meter ongeveer. Kijk, Badr had heel veel rauwe energie. Badr stond er ook onbekend dat hij eigenlijk niet zoveel
veel hoefde te trainen. Ja, hoefde zich niet zoveel te voor te bereiden. De laatste weken ging hij er vol in. En dan had hij hem toch wel. Ja, en dan niet, puur op talent. Ja, en dan niet eens op niet eens op zijn laatste adem. Maar gewoon echt prachtig in een eerste ronde iemand knock-out maken. En, ja. Kijk, en als zo'n held. Eventjes afgezien van wat je persoonlijk van hem vindt. Want ik bedoel, we hebben daar allemaal een mening over hoe zijn leven is gelopen. Maar als zo'n held in de ring. Als die op die manier tegen iemand waarvan iedereen dacht dat hij hem toch wel makkelijk kon hebben. Zo verschrikkelijk te pakken wordt genomen. En dan op die manier de ring verlaat. Ja, dat is een heel treurig ding. Ja, maar ik denk dat hij wat dat betreft ook. Dat moet hij gewoon wel veranderen, die houding, vind ik. Weet je, dat het heeft ook te maken met jezelf ontzettend laten kennen. Ja. En het mist ook sportiviteit. Want wat doe je als je verliest? Dan doe je wat McGregor doet. Je schudt die man de hand. Ja. Je doet je petje voor hem. Maar stond Badr ooit bekend om zijn sportiviteit dan? Ja, er waren wel momenten die waren echt heel leuk en sportief met hem. Maar inderdaad. Het is iemand die zijn emoties laat gaan. Ja. Die famous. Naschoppen als iemand op de grond lag. Ja, weet je, dat kan in MMA, maar dat kan je in kickbox niet maken. Ik moest wel één keer heel hard lachen. Dat was volgens mij de rematch tegen Hesdy Gerges. Ja. En hij had natuurlijk die eerste keer had hij hem gewoon gevoetbaltrapt. Dat was echt het moment in history van Badr in zijn sportief weer. Dat iedereen zei, deze gast kan echt niet tegen zijn verliezen. Nee, dat was wel de tweede keer dat hij dat deed. Eerst tegen Bonjasky in Japan en nu bij Gerges. Maar de rematch, toen zaten ze bij de persconferentie. En toen vroeg iemand hem van, nou, ga je hem nu toch niet weer natrappen, Badr? Toen zei hij, nou, als hij er weer zo mooi voor gaat liggen. Hij heeft ook humor. Weet je wat het is met Badr? Je kan niet lang boos op hem blijven. Nee. Want als je hem dan weer ziet in zijn niet gevaarlijke habitat. Hij is ook charmant. Als hij niet in die ring staat of als hij niet heel erg boos is op iemand. Dan is het een van de tofste gasten die je kan hebben. Weet je? En als je hem dan ziet praten, dan snap je waarom vrouwen als bosjes voor hem vielen. Want hij is gewoon smooth, gezellig, leuk, een beer van een kerel. En ja, weet je, dan is het gewoon een hele toffe gozer. Alleen ja, hij heeft niet. En misschien komt dat natuurlijk ook een beetje door zijn jeugd. En een beetje door het probleem dat je tegen Marokkanen. In Nederland dat tegen Marokkanen toch al niet leuk wordt aangekeken. Dat je daar ook een houding van ontwikkelt. Ja. Maar hij heeft niet dat gevoel dat hij iemand moet pleasen. Nee. En dat heb je wel een beetje nodig voor sportiviteit. Dat je denkt van, ah ja, fuck. Maar oké, iedereen kijkt, hier heb je een hand. Ja. Dat gevoel moet je hebben. Nee, dat heeft hij niet. Want hij heeft toch zoiets van, ja, ik kan het toch niet goed doen. Ja, een beetje een soort van self-fulfilling prophecy wordt het dan met hem. Ja, maar hoe leuk is het dat nu de cirkel rond is, dat Gerges nu, die staat nu tegen Rico weer. Ja, en die vinden elkaar ook niet aardig. Dat is ook wel weer. Die gaan morgen dus. Zijn er mensen die het wel goed met hem kunnen vinden trouwens? Met Rico? Nee, met Gerges. Ja, volgens mij wel. Ik heb het gevoel dat zijn moeder. Kijk, hij heeft het heel slim aangedaan. Hij heeft het heel slim gedaan. Op het moment dat Rico vol in de belangstelling stond. Eventjes wat schreeuwen tijdens de persconferentie. En ja, wat is het 2 jaar later? Incasseert hij die check? Het enige wat ik bij Gerges heb. Ik vind hem een zeker een hele goede kickbokser hoor. Mm-hmm. Maar het is net alsof hij een comedy sketch doet. Van iemand die een kickbokser speelt. Ja. Hij moet gewoon komen opdagen. Ja, ja, hij is, zeg maar, hij is een karikatuur van een kickbokser. Een soort van, hij is een levend cliché dus. Ja, en hij draagt ook gewoon consequent de Carlo Colucci draai. Dat is echt. Hey, maar ik zag ook foto's van hem. Hij is ook echt helemaal afgetraind hoor nu. Ik vind, ja. Hij is wel echt klaar voor die match, denk ik. Hij is een trainingsbeest, hè? Ja, ik denk als ik heel eerlijk ben. Maar Rico doet daar nu heel makkelijk over. En dat snap ik ook wel als je een top of the world bent. Maar ik denk dat hij iets makkelijker of iets moeilijker te nemen is dan dat Rico op dit moment denkt. Dat denk ik ook. En het is inderdaad ook een soort van trend lijkt het wel deze maand. Dat de underdogs naar boven komen. Ja. Ik gun het hem ook wel hoor. Ik bedoel, Hesdy heeft natuurlijk ook wel mooie dingen gedaan. Maar hij heeft nooit
zou kunnen profiteren van bekendheid als een Rico of een Badr financieel en in de media. Ja, en heeft ook pech gehad in zijn privéleven. Ja. Dus dat zijn van die dingen. Nou ja, kijk, het ding. Wat ik hier mooi aan vind, is dat het ook laat zien dat als je maar volhoudt. Weet je, het gaat er namelijk voor mij niet om of hij wint of niet. Dat maakt hem niet een betere of een slechtere vechter. Tuurlijk, het is tof als hij wint. Maar dat hij heeft volgehouden en dat hij nu misschien wel door een freak accident, dan nu toch die partij heeft waar iedereen naar gaat kijken. Waardoor hij toch die belangstelling krijgt. Waardoor hij misschien. Kijk, stel nou dat hij niet wint. Maar hij weet het heel goed uit te houden met Rico. Ja, dan gaat hij toch vaker weer mooie matches krijgen. En kan hij daar financieel ook goed van opzoeken. Ja, ik denk dat het nu wel het moment is. Hè? Hij was ook niet meer de jongste, Gerges. Maar heb jij niet het idee dat het ook een beetje verlegd en verlengd wordt nu? Waar vechters voorheen wat eerder afscheid namen. Dat ze nu wat langer door durven te gaan? Ja, maar ik denk dat dat ook heeft te maken met een aantal facetten. Ik denk dat het heeft te maken met de medische wetenschap, hè, en kennis over het lichaam. Ja. En slimmer trainen, slimmer vechten. Ja. Ik heb Rico natuurlijk wel eens gesproken, hè, maar ook Dennis Krawiel, zijn trainer. En die trainen eigenlijk nu op een nieuwere manier. En dat is dus dat je ook let op je eigen welzijn en veiligheid tijdens het gevecht. Okay. Dus hij is heel bewust bezig met zijn dekking en wanneer hij gaat komen. Ja. He, dus je hebt dan de klassieke stijl zoals we die kennen van bijvoorbeeld Peter Aerts. En het is gewoon. We kijken wel waar we eindigen. Door ding en de, ja. Het is gaan. Ja. En het een van ons gaat liggen. Ja. Dat doet Rico niet. Nou, dat vond ik ook wel mooi bij Rico. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Nadat hij tegen Badr had gevochten. Dat hij het echt gewoon had van ja, we waren aan het demonteren en dat soort dingen. Ja, dat zijn termen die je eigenlijk vaak helemaal niet hoort. Tenminste, niet gesproken in persconferenties en zo. Nee. Je ziet dat het veel technischer is geworden dan ja, pak hem op zijn zwakke plek. Ja, ja. Dat is, en dat werkt ook wel. En het moet ook wel, want ik bedoel. De sport zelf innoveert natuurlijk ook, continu. En nu heb je ook nog eens een keer dat je, zeker als kickbokser, heb je heel veel concurrentie van de MMA. Ja. Dus je zal op kickboksen ook spannender moeten maken, maar ook... En veel kickboksers stappen nu ook over op het MMA. Hè? Ja. Ik bedoel, kijk naar onze grote kampioen, Germaine de Randami. Ja, ongeslagen vrouwelijke kickbokser, maar nu... Nou ja, maar een hele rits. Die zie je vertrekken van... We gaan het zo weer door. We gaan nu naar een liedje. Risa, kondig hem aan. Oh, dat is Als Jouw Zijn. Heel mooi nummer van mezelf. Misschien zal ik nooit als jou zijn. En we zijn terug en we hebben het eigenlijk alleen maar over matten de hele tijd. Ja, dat komt ook een beetje als je programma Vechten met Moscovici noemt. Dan zit daar een beetje een opzet in waarin ik over vechtsport ga hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk. En we vinden het allebei super vet. Je zei dat jij host kende omdat jullie in dezelfde buurt woonden in Horen. Ja. Jij bent daar dus opgegroeid in die buurt. Maar hoe was dat dan voor jou toen je jong was? Oké, wat je moet voorstellen, we kwamen uit Amsterdam. Bijna iedereen uit Horen Kersenbal kwam uit Amsterdam. In mijn cabaretvoorstelling maak ik daar ook een grap over. Wat niet eens zo ver naast de waarheid ligt. Want in principe probeer ik altijd datgene wat ik heb meegemaakt in mijn cabaretshow te vertellen. Je moet je voorstellen, er was een tijd dat gemeentes geld kregen. Laat ik het anders zeggen. Als een gemeente krijgt geld van het Rijk naar de ratio van inwoners. En er waren toen een aantal kleine gemeentes die wilden dat geld oppompen door nieuwe inwoners te lokken. En die mensen die gingen dan van die gemeentes naar Amsterdam. En die kwamen dan letterlijk met een fotoboek kwamen ze bij je thuis. En dan zeiden ze van kijk, als je nou bij ons in de gemeente Horen komt wonen. Dan zit je in een heel gezellig binnenstadje. Grootste kermis van, of de ene grootste kermis van Nederland. Dat soort dingen. Zo. Ja. En zo'n man die kwam bij mijn moeder aan de deur. En die ging dat zo een beetje verkopen, Horen. En in mijn show zeg ik dan altijd dat hij zei van ik zou wel verhuizen. Want het wordt hier straks een tweede Bijlmer.
En dat we toen snel zijn verhuisd omdat mijn moeder niet een tweede Bijlmer wilde wonen. En dat we daar aankwamen en dat iedereen daar uit de Bijlmer was. En dat was ook, want dat was ook zo. Een gedeelte kwam uit West en misschien wat Oost of zo. Nou, Zuid zaten ze al goed, dus die gingen niet verhuizen. Maar het grootste gedeelte kwam uit de Bijlmer. Ja. En dat waren allemaal jongeren dat waren tweede generatie Surinamers. Die kwamen in een voormalig dorp, zeg, klein stadje terecht. Horen is een heel klein stadje. Ja. Dat ging helemaal mis. Maar echt helemaal mis. Maar hoe was dat voor jou om daar tussenop te groeien? Want je bent natuurlijk niet van Surinaamse afkomst. Nee, maar dat waren mijn... Het ding was dat ik zelf heel erg van de hiphopcultuur hield. Dus dat was voor mij was dat Kasi. Ik bedoel, overal om me heen was hiphopcultuur. Ja. Dat was ik niet door een Surinaamse jongen. Dat was door een Nederlandse jongen. Beatboxen was ik daar aan gelinkt. Ik moet zeggen een witte Nederlandse jongen. Want de Surinaamse jongens zijn natuurlijk ook gewoon Nederlandse jongens. Was ik aan hiphop gelinkt. En allemaal om me heen, al die Surinaamse jongens, die draaiden alleen maar hiphop. Dat was op dat moment was dat het belangrijkste van de wereld. En dat, toen werd ik DJ in een buurthuis daar. Nou, toen was ik helemaal natuurlijk. Was ik de man, ja. En ik had dan altijd precies... Ik zat blijkbaar zat ik op een goudmijntje. Want ik had echt altijd precies de platen die nog niemand had. Hmm. En dan was ik de eerste die ze draaide. Nou, dan moest ik hem 6-7 keer achter elkaar draaien. Want toen was dansen was nog een heel belangrijk ding van hiphop. Ja, yeah, The Running Man. En, ja, maar dat is later allemaal een beetje verdwenen. Maar in mijn tijd was dansen en natuurlijk sowieso b-boying, het breakdancing. Maar ook wat jij zegt, Running Man en met groepen dansen. Het was nog in de tijd dat MC Hammer nog niet gezien werd als een commerciële rapper. Ja. Die had toen echt underground hits. Maar goed, dus daar groeide ik in op. En Esther Hoost en zijn helaas overleden broer ook. En ik weet niet of hij toen al in Kersenbogert zat, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Volgens mij zat hij toen in Amsterdam. Maar even over jou, hè. Dus, ja. Zou je kunnen zeggen dat je een... je zegt dat je eigenlijk wel goed past in de urban culture daar. Hè? Ja. Dus dat idee. Maar je hebt ook wel eens verteld, volgens mij, dat je hebt het niet altijd makkelijk gehad toen je jonger was. Nee, dat? Ik heb verschrikkelijk gehad. Ja. Ik bedoel, ik heb ongekende armoede gehad voor Nederlandse begrippen. En enorm veel geweld gezien en meegemaakt. Ja, in je directe omgeving ook? Of? Ja, mijn stiefvader die probeerde mijn moeder te vermoorden waar ik bij was. Wauw. Regelmatig. Het was een hele zware. Maar dat moet ik eerlijk zeggen, dat met mijn stiefvader gebeurde in Amsterdam nog voordat ik in Horen terecht kwam. Maar in Horen, ja weet je, in je omgeving zie je iedereen veranderen in overvallers, pooiers, hoeren. Het werd één grote pijnlijke gebeurtenis. Voor heel veel mensen daar ook. Hè? Want dat is. Ik had ooit een gesprek met een rechter die ik heel graag mag. Ik ga haar naam niet noemen, want dat maakt ook niet uit. Maar toen probeerde ik uit te leggen wat daar gebeurd was. En toen vertelde ik over een jongen die drie Turkse jongens had neergeschoten. Zo. En op het moment dat ik dat vertelde, reageerde ze in afschuw. Terecht, hè? Ik bedoel dat. Maar haar eerste gedachte was, wat een verschrikkelijk mens. Ja. Maar ik kende die jongen. En ik wist dat geen verschrikkelijke gast was. Dat was een van de aardigste jongens uit mijn buurt. Alleen, ja, als jij in een bepaalde buurt opgroeit met de verkeerde mensen om je heen en op de verkeerde manier getriggerd wordt en bedreigd wordt, ja, dan kan je verkeerde keuzes maken. Het is heel makkelijk om de verkeerde afslag te nemen en dan voor de rest van je leven... Daar een opvanger te worden. Ja. En dat vond ik een heel kenmerkend moment. Omdat toen ik dat uitlegde, toen schrok ze zelf van haar vooroordeel daarin. Ja. Maar het is ook niet zo raar, weet je. Want je hoort alleen het moment dat het fout gaat. Maar als je dan beseft dat het eigenlijk ook maar gewoon een mens is wat gewoon een hele lieve gozer was. Echt een lieve gozer, hè? Gewoon een hele goed zak. Ja. Weet je, maar ja, weet je, op het moment dat je in de verkeerde situaties terechtkomt in een wijk zoals waarin ik opgroeide, kan het zomaar helemaal fout aflopen. Ja, het is bizar. Ik heb het ook meegemaakt, hoor. Ik heb sowieso drie jongens in mijn jeugd gekend die uiteindelijk hebben gemoord. Ja. Ja, dat is crazy. Ja, en dat kan je ook niet aan andere mensen uitleggen, want dan lijkt het net alsof je vrienden bent met moordenaars of zo. Maar nee, dat is helemaal niet hoe dat gaat. Je bent vrienden met mensen die later in één keer... Een ervan is ronduit crimineel geweest. Ja. Ik ga natuurlijk niet. Nee, laten we ze niet. En de andere was
borderline crimineel. Maar de reden waarom hij uiteindelijk iemand heeft vermoord was zelfverdediging. Of laat ik het zo zeggen. En de laatste was een jongen die was sociopaat. Oké. Okay. Ja. Ja. Crazy. Ja, maar dat is het. En heel veel gebeurt vanuit achtergrond. Weet je, het is nooit... Niemand wordt als crimineel geboren. Weet je, dat heeft heel veel met achtergrondsituaties te maken. Meestal, maar je hebt ook alle knoppen open psychopaten zoals Joran van der Sloot. Nee, natuurlijk, maar dat is ook zo. Nee, maar ik heb het dan over die jongens die in de drugs gaan en in de prostitutie, meisjes ronselen en zo. En dat zegt dus niet dat ze geen slechte dingen doen. Ze doen verschrikkelijke dingen. Het probleem is alleen van... Achter die verschrikkelijke dingen zitten jongens die heel erg beschadigd zijn geraakt door het leven. Ja. En nou ja. Die dan op een gegeven moment geen keuzes meer zien. En die dan zoiets hebben van ja, het is of jij of ik. En dat is heel vreselijk. Maar als we dat echt veroordelen als maatschappij, dan moeten we daar wat aan doen. Absoluut, absoluut. En ik denk dat er zit iets in dat gevangenisstraf niet helpt. Hè? Nou, dat weten we wel met z'n allen. Elk onderzoek is gebleken dat dat niet werkt. Precies. Dus wat wel helpt is een behandeling. En een perspectief. Perspectieven bieden. Ja. Leren. Ja. Studeren. En wat krijg je dan? Dan krijg je dat Henk en Gerda. Die zijn woest. Want die crimineel die krijgt in één keer een opleiding en een baangarantie. Ja, maar straf moet iemand wel krijgen voor echt iets vreselijks. Ja, natuurlijk. Ja, maar het ding is natuurlijk. Wat doe je daarna? Precies. Weet je, als je criminelen alleen straft. En daarna hun hele toekomstperspectief wegneemt. Wat heeft die crimineel daarna nog voor keus dan? In Nederland, echt levenslang hebben we hier wel, maar het gebeurt niet veel. Dus meestal gaat iemand op een gegeven moment weer de samenleving in. Ja, of ze krijgen dus een TSB, hè, die gewoon voor altijd verlengd wordt. TBS. TBS, ja. TSB is weer wat anders. Maar een TBS die dan voor altijd verlengd wordt. Ja. Dat is een truc om iemand buiten de maatschappij te houden, ja. Ja. Soms terecht. Nou ja, soms ook terecht. Ja. En we hebben ook levenslang. Hè? Ik bedoel, die moordenaar van Van Gogh, die zit levenslang. Ja, ja. En terecht ook. Hè? Vrij uitzonderlijke gevallen in Nederland. Er zijn er een paar. Hey, je praat in je comedy voorstellingen natuurlijk heel veel over de dingen die je hebt meegemaakt vroeger. Ja. Die je nu nog meemaakt. Jouw laatste voorstelling, Bekeerling, is heel goed ontvangen. Ja, mag ik wel zeggen, ja. Waar lag dat aan? Waarom was dat? Dat kwam wel echt uit je tenen, dat verhaal. Hè? Ja, en de grap is, het is heel goed ontvangen, maar niet goed verkocht. Het was heel moeilijk om verkoopbaar te maken. Theaters wilden er niet aan, want die zeiden, het gaat over geloof. Daar willen we niks mee te maken hebben. Je mag namelijk als comedian wel over geloof hebben, maar dan moet je het afkraken. Dan wil iedereen het horen. Maar als je wil vertellen dat je eigenlijk dat het geloof jou heeft gered, wat het gewoon bij mij heeft gedaan, punt. Dan wil niemand horen. En dus waren er maar 20 theaters, kleine theaters, die er interesse in hadden. Toen was het ook nog heel moeilijk om daar bezoekers voor te vinden. Omdat moslims dachten, oh, die gaat grappen maken over het geloof. En niet moslims dachten, die willen mij bekeren. Die gast wil mij bekeren. Dus ja, de mensen die kwamen, die vonden het fantastisch. Even voor de onnozele luisteraar. Ja. Die niet weten dat jij bent bekeerd tot islam. Ja. Hè? Dus het ging erover je bekering tot de islam. Ja. Ja. Ja, en de mensen die kwamen, die vonden het fantastisch. De recensenten waren er laaiend over. Alleen ja, weet je, als je dus die commerciële klik daar niet van kan maken. Ja, dan verdwijnt zo'n project helaas in de duisternis. Ja. We gaan het ooit nog opnemen, hoor, want het was een hele goede show. Maar kun je mij nog eens vertellen hoe je tot die keuze bent gekomen? En speelde dat al langer in je hoofd? Nou, er is een heel lang verhaal dat nog te lang is voor deze show zelfs. En het kortere verhaal is dat die jeugd die ik net beschrijf bij mij de vraag opriep waarom. Waarom heb ik dit meegemaakt? En waarom blijft dit gebeuren? Want tot mijn 27ste bleef ik in armoede leven. Bleef ik heel veel verdriet aangedaan worden door mensen. Vrouwen? Vrouwen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn tweede programma. Ja. Dus ik liep met die vraag rond. En door verschillende geloven te onderzoeken kwam ik uiteindelijk bij de islam. En
dat klopte voor mij. Toen vielen dingen op zijn plek. Dus je bent je eerst gaan verdiepen in ik neem aan, christendom. Ja, hindoeïsme zelfs. Hindoeïsme. Ja, want mijn eerste vriendin was een hindoeïs, of was een hindoe. Oké. Okay. Dus dat, ja, daar ga je eerst naar. Dat was niet wat ik zocht, of wat ik geloofde. Hè? Ja. Hoewel ik heb er heel veel respect voor. Ik heb voor elk geloof respect. Ik bedoel, dat maakt mij niet uit waar je in gelooft. Het hindoeïsme is heel mooi, zeker qua verhalen. Ik bedoel, prachtige verhalen over tijgergoden en een aapgod die een berg optilt, dat soort dingen. Hè. Maar het stond te ver van mijn bed. Het voelde niet als iets triggerde bij mij niks. Toen het christendom, wat heel belangrijk voor me is geweest, doordat ik het christendom onderzocht, voor het eerst voelde dat God bestond. Okay. Dat was echt een moment van relativatie, van er is een God. Alleen toen kon ik dat nog niet zo goed duiden. En pas bij de islam begreep ik waarom ik dat niet kon duiden. En dat maakte alles compleet. Ja, ja. En het is natuurlijk heel wat om het te gaan uitleggen, maar ja. Dat is interessant. Ik ben de laatste tijd ook een beetje bezig met het onderzoeken van meerdere religies. Ja. En ik heb een soort van obsessie met YouTube filmpjes van de Speakers Corner in Hyde Park in Londen. Wat is dat dan? Ja, dude, het is dus dat gewoon meestal mafkezen op een kratje gaan staan en een verhaal gaan doen ergens waar ze mee zitten. Maar dat kan van alles zijn. Ja. Dat kan een politieke statement zijn. Ja. Tommy Robinson aanhangers, radicale moslims. Dat is sowieso in Engeland nog steeds een ding, hè? De soapbox. Ja, maar dat is dus precies wat het is. Ja. Maar het grappige is, je hebt dus zeg maar Speakers Corner supersterren. Oh ja? Want die dudes, ze filmen elkaar dus nu ook. En ze zetten alles op social. Ja. 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 En het is uber interessant. Daar gaan we het zo even over hebben. Want we gaan eerst naar een liedje. Whatever you like. T.I. Vechten met Moskovic. Met Max Moskovic. Op Good Life Radio. En we zijn er weer met Risa. Ja, we waren geëindigd met dat Speakers Corner idee. Ja. En daar haak ik op aan omdat we net hadden over geloof. Ja. En daar heb je dus ook de mensen die zeg maar de waarheid verkondigen. Ja. Maar een van de meest interessante is dat het meestal gewoon zeg maar een openbare Facebook is. Ja. Want ze gooien gewoon eruit wat ze willen zeggen, maar staan niet open voor een dialoog. Of, nee. Dus het is gewoon. Sta ik trouwens ook niet op mijn eigen Facebook. Ja. Sta ik onbekend. Ja, dat roep jij. Ja. Dat is jouw. Ja, maar dat is toch ook een dingetje. Ik bedoel, social media. Er zijn zoveel mensen die niet zichzelf durven te zijn op social media. Omdat zo gauw als ze iets posten, zit er een tante in de DM die zegt van, ik kan je maken hoor. Heb je zo'n kort rokje aan? Weet je. En als je je mening geeft op social media. Kijk, ik ben iemand, ik zie dan iets en dan heb ik daar een mening over. En dat is vaak een mening die net even iets rechtlijniger is. Dan wat andere mensen hebben. En ja, gewoon wat eerlijker. En dan willen ze met je praten. Nee, ze willen een discussie. Ja. Wilden ze maar praten, was goed. Maar iedereen wil in discussie. En als je meerdere duizenden volgers hebt. Je kan letterlijk niks. Je kan nergens een stelling innemen. Of er zijn volgers beledigd. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, doe ik niet meer. Maar dit is ook een beetje van deze tijd. Hè? Weet je wel, I'm offended. Ja. Ik ben triggered. Ja, maar dat vind ik. Ik vind het niet erg als je offended bent. Maar schrijf er een mooi artikel over op je eigen social media. Ja. En dat zeg ik ook. Weet je, want ik lees alle. Ik bedoel, ik heb natuurlijk. Ik zie ook van alles voorbij komen in mijn social media. Maar dan lees ik het. En als ik het tof vind, geef ik een like. En als ik het niet tof vind, dan scroll ik door. Maar ik ga er nooit op in. Ja. Omdat mijn mening is helemaal niet zo belangrijk. Maar wel op mijn eigen pagina. En dan het laatste waar ik op zit te wachten is dat iemand dan met mij een discussie wil over iets wat ik zeg op mijn eigen pagina. Dus dat verwijder ik gewoon. Nou, echt, mensen gaan helemaal over de zeik als je dat doet. Want ze hebben blijkbaar recht om iets onder jouw social media te schrijven op jouw pagina. Ja. Dat doe ik niet aan. Die hebben er gewoon zin in. Ja. Nou, willen met jou debatteren. Ja, nou niet dus. Dus ik heb al heel vroeg gezegd van ik ben de Kim Jong-un van mijn Facebookpagina. Je bent niet in een democratie op mijn pagina, maar in een dictatuur. Dictatuur, ja. Dat betekent jouw koninkrijk, jij bent de koning, godverdomme. Ja, en dat betekent gewoon van je hebt maar aan te geven dat je me goed vindt en dat je me helemaal gelijk vindt hebben. En anders scroll je lekker door met je dikke bek. Ja, unfriend, mazzel. Ja, daar ben ik heel simpel. En als iemand bij me kon klagen, op het moment dat je tegen mij klaagt dat ik je comment heb verwijderd, krijg je meteen een blok. Ik ga het niet eens uitleggen. Maar stiekem vind je dat ook wel
Heel, heel leuk om te doen, hè? Van, nou ja, het is dubbel. Verwijder je ass. Nou, het is dubbel, want het ding is, ik snap niet dat iedereen die mij volgt, die heeft dat al zo vaak voorbij zien komen. Maar er zit een hypocrisie in. Kijk, als je comedian bent, dan moet iedereen om je lachen tot het over hun gaat. Ja. En dat is hypocriet. Weet je, of je lacht om alles, of je lacht om niks. Maar als je alleen offended bent op het moment dat het jou raakt, dan ben je een hypocriet. En daar heb ik niks mee. Nee. Weet je, ik lees en hoor heel veel dingen die mij raken. Nou, hou ik mijn bek. Want dan denk ik van, ja, weet je, ik ben ook in de media en ik zeg ook dingen die andere mensen raken. Nou ja, soms kan heel gek genoeg, als je een respectvol debat hebt, hè, dus wat ik bijvoorbeeld, om even terug te komen op die speakers corner, wat een soort van openlijke Facebook is. Inderdaad, je hebt het type dat gewoon geen repliek wil. Ja. Dus gewoon, ik meld iets en... Zoek het maar aan met je zo. Ja. Ja, kijk maar wat je ermee doet. Maar wat ik bijvoorbeeld onlangs heb ontdekt, er zijn dus inderdaad mensen, vaak hebben ze iets in hun persoonlijke leven waardoor ze het gevoel hebben dat ze boos moeten zijn en een verhaal vertellen. Maar er is bijvoorbeeld ook een gozer, die heet Ali Dawa. En de naam zegt het al, hij is moslim en hij wil graag eigenlijk het woord van de islam verspreiden. Mm-hmm. Mensen bekeren eigenlijk. En onlangs ging die de discussie aan met een orthodox Joodse gozer, Joshua. Okay. En die twee gaan heel lekker op elkaar. Okay. Want, en dit heb ik eigenlijk geleerd, is dus dat je bent zo verblind door laten we zeggen, de geopolitieke verhoudingen. Yeah. Dat je eigenlijk, als je teruggaat naar wat is nou de basis van de afkomst en het geloof. Yeah. Blijkt dus dat eigenlijk Jodendom en islam veel meer op elkaar lijken dan bijvoorbeeld christendom en islam. Of christendom en Jood. Ik weet niet of ik iets Nou ja, daar kan me wat bij voorstellen. En voor de Koran. In de Koran staan ook heleboel dingen over. Bijvoorbeeld in El Bakra, het tweede hoofdstuk, staat Joden en christenen hebben niks te vrezen. Hmm. Dus er is veel meer. Er zou eigenlijk reden moeten zijn voor veel meer verbroedering. En ik weet ook wel, ik bedoel, het Israël-Palestina conflict ligt aan de oorzaak van een hele hoop problemen. Daar kunnen we niet omheen. Maar het, ja, weet je, dat is Israël, dat is een staat. Maar een Jood is gewoon een broeder in een ander geloof, maar wel voor dezelfde God. Hè? Dat is hoe wij het beleven. Dat is hoe we het eigenlijk horen te beleven. Ja, ja, nou ja, goed, kijk, ik was ook. Ik leerde echt nieuwe dingen. Dat was wel interessant. Bijvoorbeeld naar hoe zien moslims God en hoe zien Joden God? Ja. En hoe communiceert God? Ja. Dus bijvoorbeeld christenen denken dat God is geschapen naar... Dat hij eruit ziet als een mens. De mens is geschapen naar zijn evenbeeld. Ja. En God praat met jou zoals mensen met elkaar praten. Ja, dat is het christelijke. Ja. Maar Joden en moslims zeggen dat God wel communiceert, maar in zijn eigen goddelijkheid. En het is geen taal, geen mensentaal. Wij proberen hem juist geen menselijke eigenschappen te geven. Exact, ja. Exact. Hij is niet als een mens en hij is omnipotent. Ja. Dat is allemaal één op één. Dus en ik ben een beetje gaan luisteren naar die twee. En het Jodendom en de islam verschillen eigenlijk maar volgens mij op twee facetten. Ja. En dat is dus dat Joden denken dat er na Malachi geen profeten meer zijn geweest. Ja. En na anyways, er is ook nog één niet-Joodse profeet die we hebben erkend. Ja. Maar bijvoorbeeld Jezus, die wel in de islam profeet is. Isa, ja. Mohammed natuurlijk. Ja. Worden niet gezien als profeten. Nee. En Jezus hebben Joden een beetje een probleem mee. Omdat hij namelijk claimde de Messias te zijn. Dat is een gevoelig ding in het Jodendom. Ja. Want die moet nog komen. Okay, ja. En jezelf de zoon van God noemen, dat mag ook helemaal niet. En die wordt nog steeds in het Jodendom een beetje als een gesjeeste sekte. Ja, dat vinden ze heel moeilijk. Hè? Ja. Terwijl bij ons is het juist weer een heel belangrijk pijler voor de islam. Ja. Isa. En bijvoorbeeld over Mohammed. Ze hadden het erover dat van... Kijk, natuurlijk wordt Mohammed niet erkend als een profeet, omdat wij gewoon geloven dat na Malachi geen profeten meer zijn geweest. Ja. Maar de boodschap van Mohammed accepteren we wel in het Jodendom. Okay, dat is mooi. Net als die van Jezus overigens. Maar ja. Dus dat zijn van die gekke dingen die ik dan weer leer over het Jodendom. Ja, mooi. Die ik niet eens wist. Ja, nee. Dus er is een hele toffe gast. Hij heet Jihad Jew.
Wat hem niet af en toe dank wordt afgenomen. Nou ja, kijk, die haat staat natuurlijk voor zelfverbetering. Dat heb ik het ook over in mijn show. Ja, heilige oorlog, maar dat kan op allerlei facetten zijn. Hè? Jihad, je hebt de grote en de kleine jihad. Ja. En de grote jihad is werk aan jezelf. Ja. De kleine jihad is oorlog voeren. En dus hij heet Jihad Jew, vind ik altijd mooi. Het is een Joodse meneer uit Amerika. Hij is een keer in Nederland geweest. Toen heb ik hem Amsterdam laten zien. Zijn we naar de moskee in de kerk in de Rozengracht gedaan. Want dat vind ik een mooi symbool. Zit gewoon een moskee in een kerk. Hm. Of een voormalige kerk. En hij spendeert eigenlijk zijn leven door onze overeenkomsten te zoeken. Dus niet langer te zoeken naar verschillen, maar wat hebben onze geloven nou met elkaar gemeen? Ja. En dat is gewoon heel mooi, want dat is eigenlijk hoe je hoort te zijn als gelovige. Je hoort elkaar niet lastig te vallen. Je moet elkaar in de armen vallen. Je moet zorgen dat er verbroedering ontstaat. Dat vond ik wel mooi, want toen heb ik hem meegenomen naar de moskee. En toen zei hij ineens tegen die imam die hem rondleidde. Dat was een kennis van mij. Zei hij, ja, ik was nog vergeten te bidden. Kan ik dat hier eventjes doen? Dat was helemaal niet zo volgens mij. Ik weet ook helemaal niet hoe dat gaat. Maar hij wilde gewoon testen of dat zou mogen. Maar wij als moslims moeten dat gewoon toelaten. Dus als een Joods iemand moet bidden, dan moeten wij dat gewoon toelaten. En dat wist die imam ook. Dus die zei, ja, geen probleem. Mooi, en toen stond er een Joodse man, die stond in een moskee in een kerk te bidden. Nou, dat was echt voor mij een geluksmomentje. Leuk. Ja. Heel, heel cool. Ja. Nou ja, zo moet het zijn. Ja, dat is, er is een heel bekende meme. En die zegt van een Jood, een Christen en een moslim lopen een koffiebar binnen. En ze drinken koffie en hebben een gezellige tijd. Oh, want ja, dat kan als je niet als een klootzak bent opgegroeid. Precies. En we gaan on that note naar een liedje. Vechten met Moskovic. Met Max Moskovic. Op Good Life Radio. En we zijn weer terug. Nou, het is alweer bijna voorbij. We hebben nog maar 5 minuutjes om te kletsen. Ik was net op stoom aan het komen. Ja, nou ja, goed. We hebben een verrassing. We gaan nog 2 uur door. Nee, even kijken. Je was gebleven bij iets heel interessants. Dat was... Jihad Jew. Jihad Jew, ja. De Joodse man die ging bidden in de Amsterdamse moskee. Ja, in de moskee die in een christelijke kerk, voormalige christelijke kerk zit gehuisvest. Ja. Ja, kijk, uiteindelijk, misschien wel juist doordat mijn jeugd zo was, zoek ik altijd liever naar verbroedering en liefde in de wereld dan alle ellende die we over ons heen krijgen. Ja. Dat is ook wel een beetje waar ik mijn theaterprogramma's over maak. Ja, ik vind het, wat ik zo cool vind aan jou, is dat je met je echte pijn omgaat met humor. Je verwerkt het denk ik in humor. Ja. Is dat ook een manier van een soort zelftherapie voor jou? Nou ja, dat sowieso. In het begin was dat moeilijk hoor, want dan vertelde ik een echt verhaal. En dan stond ik met tranen op het podium. Ja, dat is niet grappig. Nee, het is heel moeilijk om dat dan grappig te maken. Maar tegelijkertijd wist ik, bekeerling draaide heel erg om de pijn en het verdriet van een jongen die opgroeit met zoveel ellende om zich heen. Ja. Maar ik wist ook dat ik kan het niet anders brengen. En toen op een gegeven moment, Audrey Bolder, een hele goede regisseur, die zei tegen me, je mag wel iets pijnlijks vertellen, maar vertel het met een lach. Ja. Het maakt niet uit of je je zo voelt, maar krul je lippen omhoog alsof je lacht. En als je het dan vertelt, dan kunnen mensen het aan. Want in het begin, als ik het vertelde, dan zag ik mensen in de zaal beginnen te huilen. Ja. En dat is ook niet de bedoeling, want je komt om te lachen. Voor comedy. Maar ik kan het nu nog steeds niet voorkomen hoor. Ik bedoel, ik merk het ook in dit programma. Zijn er gewoon mensen die naar me toe komen die helemaal in shock zijn van wat is jou allemaal overkomen? Welk programma? Mijn nieuwe theaterprogramma. Kijk, daar is de plug. Yo. Adem en Nemand. daar heb ik het over de liefde. En hoe ik daarin heel vaak ben belazerd. Maar ook mezelf heb leren kennen als iemand die daar toch wel hypocriet in was. Ja. Waarin ik vaak dacht van waarom gebeurt het mij? En er op een gegeven moment achterkwam. Ja, het gebeurt je omdat je bewust de verkeerde vrouw uitkiest. Ja. En wat voor type vrouw is dat dan? Ja, vrouwen waarvan je eigenlijk in je hart weet dat ze niet bij je horen. Ja. En dan ja, weet je, als je dat weet en dat toch ingaat met die gedachte van, oh ja, maar het gaat wel goed komen en dat soort dingen. Ja, dan blijf je altijd die foute vrouw. En pas toen ik dat durfde op te geven, toen vond ik mijn huidige vrouw. Ja, ja. En die, ik weet niet of ik het eigenlijk mag zeggen, maar ze is hier pas sinds kort. Ja, nee, dat is nog een heel ding geweest. Door die coronamaatregelen raakte ik er meteen weer kwijt ook. Want ze kwam uit het buitenland, ze is Maleisisch. Ja.
Maar goed, ze is er nu en ik heb heel veel geluk en dankbaarheid dat ik met haar ben. Ik heb een heel mooi, verdrietig en mooi jaar tegelijk achter de rug. Ik ben meester in de rechten nu. Dit jaar word ik advocaat als alles goed gaat. Ja. Dan heb ik toch wel heel veel gerepareerd. Marisa, hoeveel ballen hou jij nou omhoog? We hebben comedy. We hebben hiphop. Muzikant, radio DJ, schrijver. Ik schrijf ook veel voor andere comedians en cabaretiers. Ook voor Dit Was Het Nieuws schrijf ik. Kunnen ze geen grappen bedenken? Nou ja, kijk, dus, het wordt allemaal sterker. Als je, hoe meer grappen je hebt, des sterker wordt je repertoire. En jurist en straks advocaat. Ja. En ja, nu moet je wel Joods worden natuurlijk, hè? Je wordt advocaat. En, Ja, nee, ik dacht ik ga gewoon een beetje ophoeken met een Moskowitz. Dan zit ik in ieder geval dicht genoeg in de buurt. Oké. Nou, volgens mij zijn we aan het einde aangekomen. En we sluiten af met een liedje. Hey, iedereen hartstikke bedankt. Risa bedankt. Sowieso. Het was veel te snel. Ja. ik wil nog even 2 uur lullen. Maar that's it. Tot de volgende Vechten met Moskowitz. De mazzel. Vechten met Moskowitz. Met Max Moskowitz.